verboden toegang. Wij zijn in overtreding, maar dat is voor het goede doel. Het zijn ook wel prachtige beesten, die paarden. Wij dwalen door de weilanden, ter hoogte van Wijkbeduurstede, omdat we op zoek zijn naar een plek van waar wij de molen van Wijkbeduurstede fraai in beeld kunnen brengen. En wel zo dat de molen rechts staat en dat we links de rivier zien. Het kan zijn dat dit een nutteloze dwaaltocht is, maar dat gaan we merken. Heeft u vast een voorproefje? De molen van Wijkbeduurstede. Van Jacob van Ruisdael. Ja, wij zijn volledig in overtreding. We zijn op particulier gebied. Even kijken. Nu zou die molen toch een beetje zichtbaar moeten worden. Kijk, die ganzen die zonder overigens paniekerig te doen. Kijk, daar zit die molen, precies achter die wilgenboompjes. We krijgen hier nooit een shot van de molen met de rivier. Dus deze zwerftocht is eigenlijk een beetje nutteloos gebleken. Dit is natuurlijk wel, nu zien we de molen wel heel fraai. Vooral natuurlijk omlijst met deze enigszins wrakke boten. Ja. Deze hele uitzending betreft eigenlijk de molen van Wijkbeduurstede. En dat is de aanleiding van dit schilderij van Jacob van Ruisdael. Waarop u de molen ziet. In de verte ziet u, kijk, de afgeknotte toren van Wijkbeduurstede. En het kasteel daar in de verte. De zomerresidentie van de Utrechtse bisschoppen. En jarenlang dacht men... Het was natuurlijk een aantrekkelijke gedachte, omdat dit zo'n ontzettend beroemd schilderij is. Dacht men dat die molen dezelfde molen was als deze. Maar dat is dus niet het geval. Als u goed kijkt, kunt u het ook wel zien. Er zijn duidelijke verschillen tussen die twee molens. Maar de vraag is, waarom heeft men zo lang gedacht dat deze molen dezelfde molen was als deze op het schilderij van Jacob van Ruisdael? Want u moet zich realiseren, dit schilderij was wereldberoemd en is het nog steeds. Dat geheim, hoe dat komt, dat iedereen dat dacht of graag wilde denken, dat gaan we nu onderzoeken in deze uitzending. Even kort over Ruisdael. Die was geboren in 1628. Hij kwam uit Haarlem. Heel veel bekende schilders in de 17e eeuw kwamen uit Haarlem. Hij is er tenslotte net geen 60 geworden. En heeft het schilderij van de molen gemaakt omstreeks 1670. Precieze datum weten we niet, maar omstreeks 1670. Dat kunnen we wel zo'n beetje uitrekenen. Ruisdael schilderde over het algemeen dramatische landschappen. U kunt dat hier ook heel aardig zien met die opkomende onweersbui. Het is vaak ook met een vrij intens kleurgebruik en al die schilderijen hebben een soort diepere iconografische betekenis. Denk nou niet dat Ruisdael hier op zo'n driepootje heeft zitten schilderen. Want eigenlijk buiten schilderen, dat is men pas begonnen in de loop van de 19e eeuw. En dat hing voor een belangrijk gedeelte samen met het ter beschikking komen van tubeverf. U weet, verf zit in tubes, maar in die tijd, in de 17e eeuw, moesten de schilders vaak hun eigen verf mengen. Met een beetje lijnolie en kleurstoffen enzovoort. En u begrijpt, dat ga je niet hier zitten doen natuurlijk. Op dit parkeerterrein hier. Je zou ondersteboven gereden worden. Kortom,
echt buitenschilderen naar de natuur, dat is een veel latere ontwikkeling. Ruisdael componeerde uit verschillende onderdelen een aantrekkelijk dramatisch landschap in zijn atelier. Dit mag dan niet een molen van Ruisdael zijn, maar het is wel een hele bijzondere molen. Het is een oude molen. Hij dateert uit 1659. En als u goed kijkt, ziet u dat hij op een oude, nog veel oudere, stadspoort gebouwd is. En dat is een unicum in Nederland. Over die hele misvatting over de molens van wijkbeduursteden gaan we nu praten met Fred Gaasbeek, die daar zelfs een heel boek over heeft geschreven. Zo, hoger ga ik niet. Zo, je hebt er wat voor over moeten hebben. Wat een trap zeg. Kijk eens, de deskundige. Hallo. Dag. Fred Gaasbeek. Maarten van Ossem. Ja, daar staan we. Ja. Op de molen van wijkbeduursteden. En ik zou haast zeggen de molen van Jacob van Ruisdael. Maar dat is een misvatting. Dat is dus een misvatting. En nu is het eigenlijk aan u om uit te leggen, hoe zijn we toch aan deze zo breed levende misvatting gekomen? Ja, dat komt door een kunsthistoricus, Cornelis Hofstede de Groot. Die heeft in 1911 een naslagwerk geschreven en daarom wordt dit schilderij ook beschreven. En hij beweert gewoon dat dit de molen van Ruisdael is. Hij ziet wel verschillen, maar stapt er overheen. Hij zegt gewoon, het is de molen van Ruisdael. Want voor de simpele waarnemer, die zeggen die twee molens, die kijken helemaal niet eens op elkaar. Als je goed kijkt, je ziet dat de onderkant vierkant is, een middeleeuws. Dus dat is niet later veranderd naar de tijd van het schilderij. En hij loopt iets konisch toe. En nee. Heel veel verschillen en ook het standpunt is anders. Want op het schilderij zie je ook het kasteel. En je kan het kasteel nooit zo zien als je de molen zo schildert. Dus dat. Kortom, die Hofstede de Groot, die heeft er maar een potje van gemaakt. Maar nu kwam het eigenlijk wat later wel goed uit dat dit zogenaamd de molen van Jacob van Ruisdael was. Zogenaamd een wereldberoemde molen, want daar kon je toch wel van spreken. Ja, in 1924 werd de molen verkocht en de eigenaren waren van zin het af te toppen en een elektrische motor te plaatsen. Want het loonde niet meer met wind te werken, want je bent maar afhankelijk van de wind. Dus dat hing boven de molen en iemand die in de stad woonde, een notabele, Frits Thieme, die was zeer begaan met de geschiedenis van wijkbeduursteden. Hij wist dat er iets moet gebeuren, dus dat die molen eigenlijk gekocht moest worden om hem veilig te stellen. Als je een actie gaat voeren, dan zoek je natuurlijk een unique selling point, hè, van molen van Ruisdael, ja. Wereldberoemd, ja. Die dreigt te verdwijnen. He, en ze hebben ingezet op hoe het landschappelijk staat, kunsthistorisch sentiment, toerisme, van alles en nog wat. Hebben een comité samengesteld met mensen uit de politiek, uit de provincie, de gemeente, kunstenaars. Nou. Al deze leden van dit comité en zo, al deze brave redders, want het is natuurlijk heel nuttig, wisten die eigenlijk wel dat dit niet de mode van Ruisdael was? Dat begon een beetje te dagen tijdens de vergadering. Hè. Er zaten ook kunstenaars in en zo van ja, eigenlijk klopt het helemaal niet. Hè. En wat moeten we doen? Als we zeggen het is niet de mode van Ruisdael, dan staan we in onze hemd. Nou ja, toen kwamen ze op het lumineuze idee om diezelfde Hofstede de Groot, die het al eerder had gezegd, die de mythe in de wereld had geholpen, om die te laten getuigen dat het echt een molen van Jacob van Ruisdael is. Dan kan je natuurlijk een risico nemen van ja, misschien komt hij op zijn woorden terug. Maar ze wisten gewoon van Hofstede de Groot, die was al in het nieuws geweest, die kwam nooit op zijn woord terug. Dit is een klassieke leugen om bestwil. Ja, zo zou je het zeggen. Daar zie je aan dat het soms best goed is om een leugen te vertellen. Ja. Dit is dus, dat weten we nu langzamerhand wel, niet de molen van Jacob van Ruisdael. Er was een andere molen die hij geschilderd heeft.
Ja. Waar stond nou deze molen? Kunt u dat een beetje aanwijzen? Ja, dan moeten we even de camera een beetje die kant op draaien. Je ziet daar die rij huizen staan, die zo grappig elke keer kleiner worden. Ja. Net alsof ze in elkaar geschoven kunnen worden. Zo. Ja. Daarachter, daar stond die molen. En is er nog een indicatie ter plekke van waar die stond? Ja, de fundamenten liggen er nog. Oh, moeten we wel even gaan bekijken toch. En wanneer is echt duidelijk geworden dat ook aan een groter publiek, dat het helemaal niet de molen van Ruisdael is? Nou ja, ik weet niet of het zo duidelijk is geworden aan het grote publiek. Nou, het is nog steeds een beetje, het hangt nog steeds een beetje. Blijkbaar komen nog steeds hordes buitenlandse toeristen. Ik zag al die bussen staan. Ik hoorde het verhaal van een Japanse filmploeg. Die kreeg de echte fundamenten te zien van die molen. Dat vonden ze maar niks. Nee, ze namen toch weer deze molen. Ach, dat is interessant. Dus de Japanners die worden opgelicht eigenlijk? Wel bewust? Nou, niet door hun eigen film. Ja, door hun eigen, die willen een mooi plaatje hebben natuurlijk. Ah, het is nog een hele uit lopen. Het is meer dan 200 meter. Oh, hier is het. Ah, dat is toch wel leuk, hè? Achter mij weer de zogenaamde molen van Ruisdael, die dus helemaal niet de molen van Ruisdael is. Dat hebben we u nu langzamerhand hopelijk wel zeer duidelijk gemaakt. Toch is het wel goed dat men ooit beweerd heeft dat dat de molen van Ruisdael is. Want had men dat niet beweerd, dan was die waarschijnlijk half afgebroken en ondertussen misschien wel helemaal afgebroken. Dus wat leren we van dit verhaal? Wij leren dat een leugen ook hele nuttige en positieve effecten kan hebben. Maar je moet natuurlijk wel de zaak laten afhangen van de situatie. Dit was een terechte leugen.